Nou, we kijken bij de Floriade in 2022 naar de groeiende stad van de toekomst. Hoe zorgen we ook voor de voedselvoorziening in die groeiende stad? En vis is een van de voedselvoorzieningen. En met de Flevo Campus hebben we een onderzoek gedaan naar de voedselvoorziening en naar de toekomst van Urk en het viscluster. Het is een prachtige sector, een pareltje en ook een visitekaartje voor de Floriade in 2022. En daar werken 4000 mensen. Er komt vis vanuit de hele wereld naar Urk toe. Dat wordt daar verwerkt, het wordt daar verhandeld. En vervolgens gaat het ook weer naar allerlei verschillende landen toe. Daar mogen we best trots op zijn en dat willen we graag bij de Floriade ook uitdragen. Maar ik dacht dat de Floriade echt vanuit Almere ging. Ja, natuurlijk. Het zal gaan plaatsvinden in Almere, de Floriade in 2022. Maar we proberen kennis van over de hele wereld bij elkaar te halen. En natuurlijk ook uit onze eigen regio. En dus ook vanaf Urk. Om door te praten over de groeiende stad van de toekomst. Hoe zorgen we dat mensen ook in de toekomst nog gezond kunnen opgroeien. Dat we voedselvoorziening hebben. Dat we ook de energievoorziening goed op orde hebben. En dat we ook in groene wijken kunnen leven. Daar praten we over. Daar bouwen we een stad voor op het Floriade terrein. En daarom draagt dit ook bij aan de Floriade in 2022 als visitekaartje. Jelle van Veen van de Vereniging van Vishandelaren Urk. Nou ligt Urk bijna 60 kilometer van Almere vandaan. Heeft u de hulp uit Almere nodig? Nou ja, kijk, Almere is natuurlijk een bruisende stad. En de provincie, het is eigenlijk een hele belangrijke stad voor de provincie Flevoland. Hier gebeurt natuurlijk veel. Ja, wij kunnen het, als u de vraag zo stelt, kunnen wij dat zelf wel af. Maar ja, we zijn met z'n allen. Het is een cluster. En wat hier net ook al naar voren gebracht werd, is dat het ook belangrijk is met het oog op de Floriade, die in 2022 de tentoonstelling, die om aan de wereld te laten zien hoe goed wij bezig zijn als Urk, als viscluster, hoe economisch goed we bezig zijn en vooral ook duurzaam, hoe duurzaam we bezig zijn. Ja, want de wethouder zei zelfs van Urk wordt het visitekaartje van de Floriade. Wat vindt u daarvan? Ja, Urk is de oudste gemeente van Flevoland, dus wij hebben eigenlijk wel een streepje voor natuurlijk. En ik denk dat wij best goed kunnen laten zien hoe goed wij bezig zijn. Ook met een hele jonge gemeente. En een arbeidsethos wat heel hoog aangeschreven staat. En als wij onze toegevoegde waarde kunnen doen, dan doen we dat. Het is natuurlijk een visitekaartje. En dat vindt iedereen mooi om dat eens een keer mee te maken. Ik weet ook niet echt wat ik ervan verwachten moet, maar wij gaan niet ons afzijdig houden. We vinden het wel mooi om daaraan onze steentje bij te dragen.